Playing Circle heeft verschillende locaties in Amsterdam. Deze locatie is toch wel de meest bijzondere. Een hele grote open ruimte waardoor de mogelijkheden eigenlijk enorm zijn. Ja, dit is een oude rubberfabriek en dat is aan de ruimte misschien niet helemaal te zien, maar dit is een van de overblijfselen van de fabriek. Ik heb hem laten hangen omdat ik het een geweldig item vind. In een ruimte zonder kunst vind ik eigenlijk niks. Je moet wel een beetje kleur hebben, dat helpt, zeker met dit schilderij. Het prikkelt, dat schilderij prikkelt, daar gaat altijd iedereen uren voor staan. Het geeft toch een beetje levendigheid aan een ruimte die anders toch te flat zou zijn. Wij hebben niet echt één stijl als de Playing Circle. Dit is dan wel onze huislocatie, dus deze ruimte heb ik zelf gedaan met architect Hubert Krijns. Maar al onze andere ruimtes hebben allemaal hun eigen ding en dat proberen we ook juist zoveel mogelijk verschillende ruimtes in ons portfolio te hebben. Nou, een beetje die kant op hebben we twee andere locaties waar we mee samenwerken, het Rokin en de Herengracht. Iets die kant op de M.J. Kossenstraat, daar hebben we een hele mooie ruimte samen met Bibi van der Velde. Daar organiseren we de wat grotere evenementen. Nou ja, en hier worden de borrels en de barbecues gegeven en wordt er geluncht in de middag. De toekomstdroom is om zo'n 1000 vierkante meter in Amsterdam te hebben met een horeca element erin en flex plekken voor de freelancers van deze wereld.